kansloos met 2-0 verloren beker derby tegen Vitesse kan de Graafschap zijn vizier weer helemaal richten op de competitie. Een druk programma met 5 wedstrijden in 15 dagen. En die wordt vanavond afgesloten met een wedstrijd tegen Excelsior op de Vijverberg. De nummer 5 op de ranglijst, Excelsior. Bij de superboeren uit Doetinchem is het op sportief gebied altijd spannend de laatste jaren. Of ze doen mee voor het kampioenschap van de eerste divisie, of ze staan op de onderste plaatsen in de eredivisie. Even een lijstje van de laatste 16 jaar. De club degradeerde in 2003, promoveerde in 2004, degradeerde in 2005, promoveerde in 2007, degradeerde in 2009, promoveerde in 2010, degradeerde in 2012, promoveerde in 2015, degradeerde in 2016, promoveerde in 2018, degradeerde in 2019 en staat nu samen met Cambuur bovenaan in de eerste divisie. Dus alle kans om weer te promoveren. Ja, bij ons aan tafel Hans-Martijn Osterdorp, algemeen directeur van de Graafschap. Of kan ik beter zeggen de Heen en Weerclub? Nou ja, als je naar deze statistieken kijkt, is dat natuurlijk zo. Stressfactor hebben we wel onder controle in Doetinchem. Dat geloof ik, ja. Vanavond dan staat die wedstrijd tegen Excelsior op het programma. Gaan we het zo over hebben. Laten we het even hebben. De laatste wedstrijd in de competitie werd gewonnen van de Hekkensluiter met 5-0, hè, Dordrecht. Daardoor staat u samen met Cambuur op kop. Maar deze week was er ook een bekernederlaag tegen Vitesse. Geen schijn van kans. Hoe kijkt u terug op deze week? Nou ja... Ja, weet je, wij richten ons in alles op de competitie. Maar dat zou wat te flauw zijn om te zeggen, we hebben die wedstrijd laten lopen. Dat wilden we zeker niet. Als je voetbalt, wil je ook voetbal om te winnen. Ook als je in Arnhem speelt, of misschien juist wel. Als kijker krijg ik wel een speelt. Beetje het gevoel, hoor, dat die wedstrijd... Dat die wedstrijd maar ik denk dat we dinsdag niet hebben kunnen brengen wat we wilden. En dan heeft Vitesse echt een surplus aan kwaliteit en dan ga je eraf. De Graafschap nog een maatje te klein voor de Eredivisie? Nou ja, Vitesse is top Eredivisie inmiddels. Hè. Ik denk dat wij met dit elftal echt een hele goede basis hebben staan om met wat versterkingen links-rechts een goede rol te gaan spelen in de Eredivisie volgend jaar. En dat sluit aan bij de ambitie die we met elkaar hebben uitgesproken. Wij willen echt gaan voor rechtstreeks promoveren. Ja, dat zou mooi zijn. Dan kun je misschien tegen Feyenoord. Daar zou je van kunnen winnen misschien. Maar eerst nog van Excelsior vanavond natuurlijk. Hè. Vorige keer met 4-1 gewonnen op de Vijverberg. Vanavond weer zo'n ruime zege. Nou, het is toevallig wel wat ik gepoeld heb straks. Nee, Excelsior heeft een hele goede ploeg. Wil ook mee doen om die bovenste twee plaatsen. Samen met ons gedegradeerd verleden jaar. Wel een hele spannende wedstrijd. En ook een mooie wedstrijd. En er zijn nog wat kaarten. Nummer 1 tegen nummer 5. Dus kom maar naar de Vijverberg. Ja, ik kom. Ja, ja. Ja, jij zit natuurlijk bij Vitesse op de tribune, of niet? Nee hoor. Nee, niet? Ik kijk niet zoveel Eredivisie. Maar ja, laatste tijd wel, omdat... Ja, Nederlandse voetbalclubs steden het wel goed op Europees niveau. Dus, daar zit de Graaf ook nog net niet bij, maar dat gaat komen. Ja, ik nodig je binnenkort uit, dan kom je bij ons op de vijf. Willen jullie wel echt de Eredivisie in? Is het niet veel leuker om zo een beetje heen en weer te blijven gaan? Dan heb je steeds een kampioensfeest. Nee, weet je, het is wel zo dat ik denk dat een van de redenen is dat bij ons de tribunes nog altijd vol zitten. Het feit is dat we altijd ergens om spelen, of tegen degradatie of om promotie. Maar tegelijkertijd voor de stabiliteit en ook financiële rust en financiële groei... zou het wel eens prettig zijn om een aantal jaren in ieder geval Eredivisie te spelen. We hebben verleden jaren dus laten onderzoeken welke positie neemt de club nu eigenlijk in op basis van heel veel data. En daarin blijkt dat we de 16e club van Nederland. Nou, dat is wel een ingewikkelde positie, want dat is een keertje binnenkant, balletje buitenkant paal. Betekent een degradatie. Ja. Binnenkant paal, dus ik sta op jullie natuurlijke plekken eigenlijk. Dat is wel ongeveer. Ja. De laatste keer dat u hier was, toen hadden we het volgens mij over die nieuwe trainer, hè, die moest komen. Toen werden er nog andere namen genoemd, en Nikballa. Toen zei je ook, ja, eigenlijk wil ik wel een beetje een trainer met een randje. Hè. De Graafschap zoekt altijd wel iets bijzonders. Hè. De Simon Kistermakers, de Frits Korbachs. Die heeft u gekregen, hè, met Mike Snoei. Ja, we zijn heel blij. Voor vuurwerk. Ja, wij zochten een trainer met wat bravoure karakter die voetbal centraal stelt. Nou, die hebben we gekregen. Daar zijn we heel blij mee. En over vuurwerk gesproken, steken die supporters nog wel eens af? Krijgt de Graafschap weer een boete? Daar baalt u stevig van, hè? Daar baal ik stevig van. Ik baal van het boete. Terwijl ik wel het chagrijn van de supporters over sommige dingen in het Nederlands betaald voetbal en besluiten van de KNVB en Fox en ons als clubs, die begrijp ik heel goed. Alsjeblieft, doe het niet met vuurwerk, want dat hou ik niet heel lang overeind. Mee, ja. Ja, want u bent in gesprek gegaan met de KNVB omdat u een verwijdering zag tussen supporters, clubs en de voetbalbond.
Ja, en ik denk dat ik niet de enige ben die dat ziet. Weet je, je ziet het inmiddels in tal van stadions waar supportersgroepen zich toch echt afzetten tegen het, zoals ik dat zie, het hoogoverbesturen van de KNVB. En worden de supporters nog centraal gesteld. Ik wil daarin niemand een verwijt maken, maar het wordt wel tijd dat we echt met elkaar in gesprek gaan over. En waarom is dat dan? En kunnen we elkaar ergens ook naderen? Voordat we echt allemaal op een eiland zitten en die niet meer te overbruggen is. En dan zitten we er als club wel tussen. Maar uiteindelijk zijn wij het degene die de consequenties moeten dragen. En ik zou het mooi vinden dat supporters meer centraal worden gesteld. Voetballen voor volle stadions, dat moeten we willen. Ja, niet bij alle clubs, hoor. Nee, maar over club op een eiland gesproken. Jullie zijn ook heel erg maatschappelijk bezig, hè? Ja, als de Graafschap. Dat was jouw plan toen jij algemeen directeur werd? Wat ik heb gezegd is, ik denk echt... Ik ben naar de Graafschap gekomen met de vraag aan de RVC. Toen ze mij de vraag stelden, heb ik gezegd van, weet je, als ik een soort blanco agenda krijg om de sociaal-maatschappelijke verankering van de Graafschap in de Achterhoek veel verder te verstevigen, dan kom ik. En dat is wat we aan het doen zijn. We werken samen op de arbeidsmarkt, op het gebied van onderwijs. Kwetsbare jongeren naar werk brengen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een plek geven in de samenleving. Maar ook de hoger opgeleide jongeren terug naar de Achterhoek halen om zo ons dat mooie, sterke Achterhoekse bedrijfsleven te versterken. En u heeft erkenning gekregen voor dit werk. Want de Graafschap is genomineerd voor maar liefst 2 prijzen. De MBO Award en de Doe Mee Award. Ja. Het gaat dan volgens mij over G-voetbal. Niet alleen over G-voetbal, maar wel het mee laten doen van iedereen rondom de club en in de Achterhoek. Maar het G-voetbal, dat is fantastisch. Wat gaat het vanavond worden? Want zo sluit je dan altijd af als je iemand van een voetbalclub aan tafel hebt zitten. Wat een spannende wedstrijd. Uiteindelijk denk ik. Ik heb vanochtend gepoeld op 4-1. Daar ja, dan moet het dan worden. Maar liefst 2 euro op ingezet. Dus laten we daar maar voor gaan. Nou, met gierende banden naar Doetinchem.